Zit u op de top van uw bioritme? Nee? Dan moet u dit filmpje even opslaan en later terugkijken. Zit u wel op de top van uw bioritme? Dan is dat ook mooi en dan gaan we het over iets belangrijks hebben. Ik wil een film gaan maken, een documentaire over het euro-evangelie. Dus alle problemen die in de Europese Unie spelen, omdat de Europese Unie een rommeltje qua organisatie is. Ik heb hiervoor een aankondiging gehad met mijn partner in crime, Sven Hulleman. Dat was een erg geanimeerd gesprek. Wellicht links en rechts een klein beetje rommelig, werd er wel eens gezegd. Dus ik ga een aantal vragen die we hebben gekregen en die zijn opgedoken naar aanleiding van de vorige uitzending, die zal ik nu één voor één uh, bespreken. Om te beginnen: wat gaat er precies gebeuren? Ehm. Um, ik heb als eerder een, uh, een boekje gemaakt, het Euro-Evangelie, in 2014 en 2017 is een tweede druk, en die zijn helemaal uitverkocht. Uh, ik heb goede reacties gekregen. Ook mensen die heel erg lyrisch zijn over de Europese Unie. Uh, voor wie het ook echt bijna een geloof is, om het zomaar te zeggen. Uh, die hebben me wel links en rechts op allerlei manieren kunnen, uh, kunnen aanvallen. Uh, maar eigenlijk heeft nog nooit iemand mij op een harde feit, een harde fout gewezen. Zo van nou, het klopt echt niet wat je daar zegt. Um, die, uh, er komt nu dus een derde druk aan, simpelweg omdat druk 1 en 2 uh, uitverkocht zijn. En ik wil die, die druk wil ik ook in het Engels publiceren, omdat heel veel van wat we in Nederland hebben ontdekt over het dysfunctioneren van de euro, uh, die is ook uh, geldig voor het buitenland, voor andere landen. Dus een Duitser moet ook weten wat wij hier allemaal hebben uh, uitgevogeld. En wat ik zie is dat mensen toch liever iets van een film willen hebben, waarbij ze het rustig tot zich kunnen nemen. Dus die film moet 90 à 120 minuten duren en in die tijd moeten ze zoveel mogelijk wat er in het boek staat tot zich kunnen nemen. En dat zal niet alles zijn, maar er werd vaak gezegd van maak er nou een film van, dat maakt het gewoon prettiger om uh, naar te kijken. Um, ik heb me dus eigenlijk een paar jaar lang verdiept in al die verdragen. Uh, ik heb alle jaarrekeningen van die banken bestudeerd. Ik heb met insiders van banken gesproken. Ik heb allemaal fraudeurs uh, heb ik ontmoet. Um, um, noem het maar op en... Wat er nu gebeurt is dat we in Europa één grote schuldencrisis hebben. We hebben veel te veel schulden en die worden op een manier weggemoffeld die ik ken van fraudeurs. De zogeheten Ponzi-fraudeurs, dat zijn mensen die financiële piramides bouwen, die halen trucjes uit en ik zie dat onze eigen politici soortgelijke dingen doen. Zoals als een score je slecht uitkomt, dan moet je intussen de meetmethode veranderen. En er zijn voorbeelden te, te, te over van. Wat u bijvoorbeeld eens kunt doen is dat u op Ierland economische groei zoekt. Dus Ierland had van het ene jaar op het andere hadden ze een kwart meer economische groei. Dus hun economie groeide met 25 procent en sindsdien is de crisis daarover. Nou, dat is gewoon gewoon pure boekhoudfraude. Dus ik wil in die film wil ik u precies vertellen alles wat ik weet. Ik wil u meenemen naar de krochten van de financiële wereld door heel Europa heen en dan wil ik laten zien hoe u eigenlijk een beetje wordt uh, genaaid. Want ik kan het niet anders uh, zeggen. Um, dus uh, ja, en het, en het moet wat ik zei allemaal in het Engels, want stiekem ben ik eigenlijk, als het om Europa gaat, heel erg uh, inclusief en pro-Europeaan. Volgende vraag die we kregen: wat is het Euro-evangelie precies? Nou, het Euro-evangelie, daar bedoel ik mee dat de Europese Unie en dus ook de euro en de dingen waarop wij zaken organiseren, die zijn gedreven door emotie en niet zozeer door ratio. Het is dus niet zo dat een of andere econoom heeft bedacht van. Dat oh, is echt een heel goed idee om Finland en uh, Griekenland, totaal andere talen en culturen, om dat even in één munt te stoppen. Zo is het niet gegaan. De euro is opgebouwd rondom de geschiedenis, rondom de historie van vooral de oorlog tussen Frankrijk en Duitsland. En eigenlijk is de Europese Unie een project waarbij we Frankrijk zoveel mogelijk politieke macht geven. Worden dus instituten gebouwd waarin vooral de Fransen het voor het zeggen hebben. En de Duitsers die willen eigenlijk niet altijd met alles meedoen, maar die kunnen het moreel niet uh, maken om, om nee te zeggen. Dus op die manier wordt dat project vormgegeven. En dat is waardoor er ook allemaal uh, fouten optreden. We hebben bijvoorbeeld wel één gemeenschappelijke munt, maar we hebben geen gemeenschappelijk ministerie van Financiën dat problemen kan oplossen als die ontstaan. Dus als er economische problemen ontstaan, dan blijven die ook heel lang duren. Werkloosheid in Griekenland bijvoorbeeld, die is nu uh, een decennia lang, lang op onacceptabel hoog niveau. En daar komen we niet uit. Uh, we hebben bijvoorbeeld wel open binnengrenzen, maar er wordt niet nagedacht over het gemeenschappelijk bewaken van de buitengrenzen. Uh, dat hadden we ook andersom kunnen doen. Nou, uh, dat is dus hoe dat euro-evangelie werkt. Dus het wordt dus niet op een logische manier gedaan, maar op een emotionele manier. Uh, ik heb de vorige keer het voorbeeld genoemd, uh, dat is misschien wat sympathieker, uh, waarbij we ook eens naar de fout van Nederland zelf kijken. Dat is drugs. Ik heb dat Schengen-verdrag, zoals het heet. Het Schengen-verdrag regelt de open binnengrenzen in Europa. Nou, er is veel over te doen geweest. In het Schengen-verdrag, ik zie het hier voor me staan, staat dat het verdrag is gesloten um, omdat er twee verschrikkelijke wereldoorlogen zijn geweest. Nou, dan word je dus helemaal meegezogen in dat emotionele. Vervolgens staat er in het Schengen-verdrag voor de open grenzen, is in 1985 getekend, van nou, zodra dit verdrag in werking is, gaan we alle controles aan de binnengrenzen weghalen. Op de korte termijn staat er ook letterlijk bij: op de korte termijn. Op de lange termijn staat er ook in, geeft dat het risico op criminaliteit. Omdat criminaliteit in het ene land zich heel makkelijk naar het andere land kan verplaatsen. Zoals Nederlandse drugshandel. Um, gek genoeg wordt daar niets voor gedaan. Dus er wordt gezegd, wij moeten gaan praten over het oplossen van de criminaliteitsrisico's die samenhangen met de maatregelen die we zelf nemen. En vervolgens wordt, dat, wordt er wel een beetje gepraat, maar het probleem wordt niet opgelost. En daardoor krijg je allemaal rotzooi rondom migratie en criminaliteit. Met de euro staat hetzelfde. Er wordt gezegd, wij gaan onherroepelijk een munt invoeren. Uh, staat in het verdrag van Maastricht de, tot invoering van de euro. En er staat ergens in artikel 105, staat van, oh ja, dat kan ook wel eens financiële instabiliteit opleveren. Dan moeten we ook over praten hoe we dat gaan oplossen, als het probleem eenmaal daar is. En daar komen al die problemen dus vandaan. Dus uit emotie nemen we een enorme stap. Die risico's met zich meebrengt, die duidelijk in die verdragen ook worden genoemd. Maar omdat we het zo graag willen, zetten we die stap vast en dan kijken we later wel of het, uh, of het allemaal goed komt. Dus het is voorovergevallen. En dat is een erg slechte manier om met dit soort problemen om te gaan. Uh, en daarom noem ik het een, een, uh, een, een Euro-evangelie. En dat heeft dus alles te maken met de Tweede Wereldoorlog. De hele manier waarop wij die Europese Unie bouwen komt voort uit ons trauma rondom de oorlog. En die was natuurlijk ook verschrikkelijk. Maar dat maakt wel dat het geen rationeel proces is. Met alle gevolgen van dien. Volgende vraag. Hoe zien die film en dat boek um, er praktisch uit? Nou, de, de research is allemaal al gedaan. Um, en dat boek, dat wordt een compleet herschreven versie van de eerste en de tweede Euro-Evangelie. En dat is in de, in de laatste fase. Uh, dus die komt er dus sowieso. Um, dat wordt dan print-on-demand. Um, het zal denk ik een tientje gaan kosten. Um, en daarbij uh, wil ik daarnaast dus een, een film maken. En met die film wil ik door Europa heen reizen, of door de Europese Unie heen, moet ik, uh, moet ik zeggen. En dan wil ik een aantal plekken bezoeken waar je duidelijk kunt zien hoe dat Euro-Evangelie aan het falen is. En hoe bepaalde mensen op, uh, eigenlijk gewoon worden verpletterd in de, de politieke wens om heel snel te integreren. Een hele logische plek is bijvoorbeeld uh, nou, Griekenland, dus Lesbos. Uh, bij Lesbos hebben we gezegd dat wordt de buitengrens van de Europese Unie. Dat Lesbos, dat steekt ook helemaal uit, dat zit bijna in Turkije. Dus een soort uitdagende middelvinger naar de rest van de wereld. Kom allemaal maar hier. En dan zeggen we tegen die arme Grieken, van, nou je moet dat Lesbos bewaken. Dat is dus de grens van Nederland. He, want daarna zijn er geen binnengrenzen meer. Als je op Lesbos bent, dan ben je net zo goed in Nederland. Um, maar wij gaan die Grieken niet helpen om die grenzen te bewaken. Want daar zijn we te krenterig voor. Nou dan moet dat wel fout gaan. Dan moeten 10 miljoen Grieken, die moeten een budget opbrengen waarmee ze de veiligheid kunnen waarborgen van een half miljard mensen. Nou, natuurlijk gaat dat fout. En dan krijg je dus dat daar uh, uh, mensensmokkelaars zijn die mensen overzetten die helemaal geen kans op asiel hebben. Je hebt ook echte vluchtelingen waarvan er een aantal uh, verdrinkt. Je hebt een criminaliteitsrisico en dat is het ergste wat er dus in de Europese Unie had kunnen gebeuren. Is dat het allemaal door elkaar fietst. Dus al die problemen die stapelen zich op. Problemen worden niet kleiner omdat we samenwerken. Ze worden dus groter en dat wil ik in beeld brengen en dan moet ik daarheen. Want anders is het een ver van Nubesio. Dan zegt hij van ja ik had gehoord in de media dat er iets aan de hand was daar. Maar ik wil je dat laten zien. En dat kost me wat geld. Ik moet uh, daar tijd voor vrijmaken. Ik moet er naartoe reizen. Uh, dat zal allemaal op zo laag mogelijke uh, uh, kosten gebeuren. Maar daar moet ook een cameraman mee of een cameravrouw. Als die daar zin in heeft, uh, die moet ook onderdak krijgen. Het moet allemaal geëdit worden. Dat kost tijd, kost geld. Dus ik moet naar die verschillende plekken toe. Uh, andere plek is uh, natuurlijk Brussel, uh, waar het Europees parlement huist. Uh, dat is één grote orgie van drank en drugs. Uh, en, en seksfeesten. En daar worden dan beslissingen gemaakt over uh, hoe wij die interne markt vormgeven. Met name lobbycratie. Dat is echt ziekelijk. Op, uh, op elke Europarlementariër lopen meer dan 50 lobbyisten rond van het grootbedrijf. Dat is waarom bepaalde maatregelen zo worden genomen als, als ze worden genomen. Dat is niet in het belang van de kleine man. Ik wil ook naar Athene. Uh, Griekenland moet keihard bezuinigen. Nou, dan wil ik u gewoon laten zien wat het betekent voor een omaatje in Griekenland als je haar pensioentje met 20% kort. Hoe ziet dat eruit? Wat betekent dat voor zo iemand? Um, hoe meer geld er binnenkomt, hoe meer van die plekken ik kan bezoeken. Ik wil ook naar Oekraïne, he, want dat land moet er dan ook bij. Nou, dan krijg je dus allemaal oneerlijke concurrentie. Ik wil gewoon laten zien hoe zo'n fabriek daar eruit ziet. Uh, en wat dan die mooie interne markt uh, uh, allemaal vermag. Uh, Frankrijk wil ik natuurlijk, ik wil met de gele ijsjes praten. Noem het maar op. Hoe meer geld er binnenkomt, hoe meer ik kan doen. Dus we willen rondreizen door Europa. En dan ziet u met eigen ogen wat het falen van het euro-evangelie Euro uh, uh, behelst. Volgende vraag. Um, er zit een beetje haast bij. Um, en waarom is, er, waarom is er haast? Nou, dat zal ik u vertellen. U kent natuurlijk nog de uitdrukking van Mark Rutte van uh, geen cent meer naar Griekenland. Uh, die heeft hij gebroken. En ik kan bewijzen, en dat zal ik ook in, de, in het materiaal doen, dat toen hij de uitspraak deed van geen cent meer naar Griekenland, dat hij wist dat hij die zou breken. Dat was een belofte om de verkiezingen te winnen, want hij won heel nep daarna de verkiezingen. De meerderheid van de Nederlanders wil kennelijk niet heel veel geld overmaken naar Griekenland. Dat maakt ook dat het hele project in de basis al zwak is. Want als we er niks voor over hebben, ja, dan wordt het ook niks. Maar hij wist dat hij aan het liegen was en dat heeft hij nog een keer gedaan. En dat was namelijk met het zogeheten Single Resolution Mechanism, SRM. Daar heeft u eigenlijk waarschijnlijk denk ik niet zoveel van, uh, van gehoord, maar wat dat behelst, is dat wij een fonds gaan opzetten. Dat centraal wordt gefinancierd door overheden, waarmee we uh, zieke banken in specifieke landen kunnen redden. Daarom heet het ook een Single Resolution Mechanism. Dus als er ergens in Italië, en de Italiaanse banken staan nu op omvallen, als er in Italië een bank failliet gaat. En de kosten van het saneren van die bank uh, gaan de Italiaanse begroting te boven, en reken maar dat dat zo zal zijn. Dan kunnen Noord-Europese landen zoals Nederland die kunnen gedwongen worden. Die kunnen gedwongen worden om te betalen voor het faillissement. En dan is wat die 30 miljard die we kwijt zijn aan Griekenland, dat is echt nog een schijntje. Want de problemen in Italië zijn een stuk groter. Het is ook een. Veel, veel, groter, uh, veel groter land en een veel grotere economie met ook veel meer schulden. Um, het vervelende aan Rutte is dat hij dat geintje dus eigenlijk gewoon liegen bij verkiezingen, dat heeft hij herhaald. Uh, ik pak het verkiezingsprogramma erbij en er staat op pagina 52 de afspraak dat schulden van het ene land niet door het andere land worden overgenomen. De Nobel-out-clausule moet geloofwaardig worden hersteld. Dat staat letterlijk in het, uh, in het Nederlandse uh, uh, regeerakkoord. Um, Gemeenschappelijk financieren van schulden van EU-landen is ongewenst. De EU dient geen schuldengemeenschap te worden. Leidend voor het kabinet is daarom dat er geen verdere stappen in de richting van een transferunie worden gezet. Nou, dat, dat lijkt helder, toch? Dus de, de coalitiepartijen spreken af dat er een nieuwe regering komt, maar die zal niet instemmen met meer geld naar Brussel. Nou, wat schetst nu mijn verbazing? Uh, en dat kunt u gewoon allemaal. Uh, Vrijelijk opzoeken, maar ik, ben, ik denk dat ik zo'n beetje de enige journalist ben die al die kamerstukken leest in Den Haag, maar ook in Brussel uh, en die al die verdragen analyseert. Uh, zoekt u dat thuis eens op, Kamer, kamerstuk 2150120, waarbij de minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, verslag doet van, uh, van, het, van de Europese raad, dus dan komen de Europese regeringen op... Op topniveau die komen bij elkaar, dus met de premier en dan soms een minister van Buitenlandse Zaken of van Financiën erbij. Uh, meneer Blok, die vertelt hier gewoon op 2 juli uh, heel aardig, gewoon heel open en eerlijk, dat hij vertelt van het gemeenschappelijke achtervangmechanisme, Single Resolution Mechanism. dat wordt versterkt. Er was consensus onder de lidstaten uh, om de gemeenschappelijke achtervang van het SRF, dus dat bankenreddingsfonds, uh, om dat te vergroten. Dus dit staat haaks. Op het verkiezingsprogramma of op het regeerakkoord. Um, daar heeft de Partij 50-plus, die wilde hier een debat over organiseren. En dat heeft de minister van Financiën, Hoekstra, die heeft dat weggewijfd. Die zei: van Ja, hoe belangrijk is dat nou? We gaan als Nederland garant staan. Dus met onze belastinginkomsten gaan wij garant staan voor eigenlijk alle schulden, alle probleemschulden. die in het Italiaanse bankwezen zitten. We weten niet eens hoe groot die problemen daar zijn. Um, en dat heeft hij gedaan zonder dat daar eigenlijk een schot in de Tweede Kamer werd gelost. En als dit verdrag er eenmaal door is en er gaat een Italiaanse bank omvallen en kijk naar de koersen van die banken, vandaar ook de haast, die koersen die zijn al keihard aan het instorten. En als daar een groot probleem ontstaat, dan gaat het Nederland heel veel geld kosten. Um, en dat moeten we dus voor zijn. Dus dit verdrag mag nooit in werking treden. Nederland moet zijn veto gebruiken. En naast het Euro-evangelie, dus de film die ik hierover ga maken, waarin ik u gewoon wil uitleggen hoe dit allemaal werkt. Want voor een, uh, een gemiddeld persoon met een fatsoenlijke dagbaan is het gewoon nauwelijks te, te vatten. Dus ik wil dat in anderhalf à twee uur. Wil ik u duidelijk maken wat hier gebeurt en wat de risico's zijn. Ga ik nog iets doen. En dat ga ik met mijn vrienden van de Libertarische Partij doen. Uh, wij gaan een nieuw burgerinitiatief lanceren. Waarbij we 40.000 handtekeningen nodig hebben. En dan kunnen we de Tweede Kamer tot actie manen. En dat zal gebeuren onder de hashtag Barst maar. Hashtag barst maar. Wij willen dit niet. Wij willen geen Europees reddingsfonds voor banken. Want niemand wil dat. Als je de belastingbetaler garant gaat laten staan voor de schulden van Italiaanse banken, dan ben je knettergek. Waar het eigenlijk op neerkomt, is dat we de BTW op babyvoeding gaan verhogen, zodat we de bank van Berlusconi kunnen gaan redden. Nou, dit is trouwens ook een uitnodiging aan elke econoom die pro-euro is. Die mag hier aan tafel bij Café Welchmijs komen uitleggen waarom dat een goed idee is. Want dat is het namelijk niet. Het is omgekeerde solidariteit. Je gaat, uh, ja, je gaat babyvoeding duurder maken, zodat je banken kunt redden. Um, ten eerste is dat onwenselijk, omdat die, gemeens, die gemeenschapszin waarbij we dat met z'n allen doen, die bestaat niet in Europa. Ten tweede is het heel onverstandig, omdat het inderdaad omgekeerde solidariteit is van arm naar rijk. En ten derde, en dat zagen we dus vaak met de Europese Unie, maak je de problemen die er in de Europese Unie zijn, die maak je groter. Want stel dat je tegen een bankier zegt, als u er een potje van maakt, dan is er het, de gemeenschappelijke achtervang. Is er dan. dan is er een loket waar je je rommel kunt dumpen. Nou, dan krijg je moral hazard. Dan zal de bankier denken: van, Oh, nee, maar als ik ermee wegkom, ja, dan ga ik er ook een potje van maken. Je moet overduidelijk tegen de bankier zeggen: Je mag een bonus hebben, je mag een lekker salaris verdienen, maar als je het fout doet, dan kun je barsten. Dan moet je barsten. En je doet het financiële systeem een plezier. Door dat vooral tegen de bankiers te communiceren. En er moet dus nooit, niet op Nederlands niveau, maar ook niet op Europees niveau, een gemeenschappelijke achtervang komen. Helemaal niet als meneer Rutte dat in zijn verkiezingsprogramma heeft beloofd. of in het regeerakkoord heeft beloofd dat hij dat niet zal doen. En dat gebeurt dus wel. We moeten dit voor zijn. Dus we gaan 40.000 handtekeningen ophalen. Dan kunnen we de petitie naar de Tweede Kamer brengen. En dan moet de Tweede Kamer zelf een moment zoeken waarop ze zeggen. Nou, we gaan dit nu behandelen. En dan kan er plenair over vergaderd worden. Dat was al voorgesteld door Martin van Rooijen van Partij 50+. Plus, maar meneer Hoekstra die heeft gezegd, nee vind ik niet nodig. Uh, hè, dus gewoon de Nederlandse creditcard weggooien en aan Berlusconi geven. Waarbij wij uh, een risico lopen dat niet eens kwantificeerbaar is. Maar het zou in honderden miljarden kunnen lopen. Ja, dat is een hamerstuk, daar hoeven we niet over te praten. Nou, dat, gaan we dus, dat gaan we dus tegenhouden. Los daarvan gaat u daar de komende tijd nog, uh, nog veel meer van horen. Um, Volgend punt. Open grenzen, Europese Unie, dat is toch juist hartstikke goed voor de economie, zeggen mensen dan. Nou ja, nee. Uh, kijk, ik ben ook niet zelf echt rabiaat anti-euro, dat, uh, dat, 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 dat Nederland uit de Europese Unie moet, dat je een exit moet hebben. Maar we moeten wel, wel reëel zijn. De voordelen van de Europese Unie die zitten in het feit dat we een vrijhandelszone zijn. Dus als je in Lelystad iets maakt, dan kun je dat tot in de laars van Italië verkopen. Uh, dan zijn de regels zo dat je producten mooi kunt vergelijken, dat je iets zo kunt exporteren, dat er geen belasting op wordt gegeven en dat is hartstikke gunstig. Dat is de zogeheten interne markt. En dat is ook gewoon goed. Dan zou ik wat mij betreft, ik zou er ook niet aan willen tornen. Alleen wat er uh, nu gebeurt is dat we een euro eroverheen bouwen. En met die euro komt een verzekeringspremie, een verzekeringsmechanisme voor banken mee. En dat was niet de afspraak. We hebben een verdrag van Maastricht gehad. En er stond duidelijk in de Nobel-oud-klausule van... Ja, we gaan nu wel nauwelijks samenwerken. Maar de schulden van de Italiaan worden nooit onvrijwillig uh, op het bordje van de Nederlander gedumpt. Dat was niet de afspraak. Um, Koen Teulings heeft over die economische voordelen van de Europese integratie wel eens gezegd... Van, ah, uh, de open grenzen, dus de handel, het feit dat je uh, heel makkelijk je producten kunt ex exporteren, dat zorgt voor een jaar inkomen extra voor de Nederlander. Terwijl een euro eroverheen, dat is een weeksalaris, een, een euro erbij, dat, dat heeft niet zoveel uh, waarde. Zeker niet als al het betaalverkeer toch al, uh, verkeer toch al uh, giraal is. Um, dus bent u ondernemer, kijkt u hiernaar en bent u bang van, oei, ze gaan mijn uh, vrijhandelszone vrij afpakken. Nee, dat gaan we niet doen. Um, maar we gaan wel ervoor zorgen dat Nederland niet hoeft op te draaien voor de schulden van de Italiaanse banken. Andere vraag die we krijgen: van, is dit dan een soort rabiaat rechts xenofoob euro hatend verhaal? Hebben jullie gewoon een hekel uh, aan de Europese Unie? Nee, dat is het niet. Eigenlijk willen we hem redden. Zo zou je het heel uh, ironisch kunnen zeggen. Wij gebruiken nu de doormoddermethode. Ik heb het hier een keer met Halbe Zelstra over gehad. En hij gaf gewoon toe dat het zo werkte. Uh, we hadden een gesprek over de euro. Uh, Um, ook over bepaalde Oost-Europese geldstromen waar je misschien niet zo heel erg blij van moet worden. En hij zei: Ja, wij gebruiken de doormodelmethode. Want als je een Europese Unie hebt en je hebt bijvoorbeeld een muntunie eroverheen gegooid, je hebt een euro. Als je de euro wil laten slagen, dan moet je een aantal instituten opbouwen die ervoor zorgen dat het slaagt. Dan moet je een gemeenschappelijk ministerie van Financiën hebben. Dan moet je samen schulden kunnen maken zodat je economische klappen kunt opvangen. Je hebt een aantal instituten nodig. Een politieke unie, die horen bij die economische unie. Maar zoals we net zagen uit dat voorbeeld met die open grenzen, die instituten die zijn er niet. Eerst werd de muntunie gebouwd. In dat verdrag wordt wel gezegd dat er dan nog een paar stappen gezet moeten worden. Maar die willen we niet, want die zijn politiek moeilijk. Dus dan wachten we daarmee. Dus de verzekering uh, die regelen we niet. En dan hopen we maar dat er intussen niks fout gaat. Nou, en daar komt dus je economische... Crisis vandaan. Nou, als wij nu willen besluiten dat die euro doorgaat, dus we zeggen nee, de euro die is ondanks, ons, ons, eh, ondanks alle problemen is die heilig. Nou, als je dat standpunt bent toegedaan, dan moet je die muntunie afbouwen. Dan moet je als politicus moet je het lef hebben om te zeggen dat dat nodig is. Dan moeten er dus eurobonds komen, gemeenschappelijk ministerie van Financiën eh, enzovoort. En als de gemiddelde Nederlander daar geen zin in heeft, dan kan het hele project überhaupt niet slagen. En, zo um, um, en die integratie dat gaat op drie vlakken, zo moet je dat zien. Dus we hebben aan de ene kant de interne markt, waarbij je dus regels zou moeten harmoniseren. Um, als je in Nederland uh, een wietplantage mag hebben, maar in Frankrijk niet, ja, dan ga je de Nederlandse wiet naar Frankrijk exporteren, dat is heel logisch. Dus je zult regels moeten harmoniseren. Dan moet ofwel Nederland stoppen met een drugslab te zijn, of Frankrijk moet het ook worden. Maar je moet niet de situatie hebben dat het in het ene land wel mag en in het andere land niet. Dat is de M van markt. Daar moeten we harmoniseren. Ten tweede de M van migratie, het Schengen-verdrag. Als wij binnengrenzen weggooien of opengooien, dan moeten we gemeenschappelijk de buitengrenzen bewaken. Dan moet er een pot komen van enige tientallen miljarden euro's die we aan Griekenland geven, zodat zij voor een veilig en rechtvaardig asielsysteem al daar kunnen zorgen. Zodat de onwelwillenden, de terroristen en die criminelen, die worden eruit gefilterd. Economische vluchtelingen hou je dan tegen. En omdat dat dan allemaal veel efficiënter gaat, kun je echte vluchtelingen gewoon veilig overzetten, zodat die ook niet hoeven te verdrinken. We maken er nu een potje van en we denken dat het allemaal vanzelf wel overgaat. Dus ook hier moeten we dus durven kiezen. Dus als wij open grenzen willen hebben, dan moeten we samen de buitengrenzen bewaken. Zijn we daar te besoedemd voor? Dan moeten die grenscontroles weer terug. Dus dodelijk eenvoudig. Je gaat helemaal naar links of je gaat helemaal naar rechts. Je maakt hem af of je breekt hem af. En zoals Halbe Zelstra zei van ja, hij zei ja, je hebt wel gelijk, maar we zitten nu in het midden, we staan bij het paaltje en we moeten gaan kiezen. En als je even doormoddert, ja, dus je staat aan de vooravond van een grote keuze, dan is het lekker om nog een weekje en nog een weekje en nog een weekje door te modderen. Want dat is politiek het makkelijkst. Uh, hij zei letterlijk, uh, als ik zou doen wat jij nu voorstelt, bijvoorbeeld uh, grenzen bewaken en de... de, de het Schengen-verdrag afmaken. Hij zegt, ja, dan moet ik mijn politieke kop. Uh, of mijn, mijn nek in de politieke strop steken. En dat doe ik alleen als ik 50, 75 andere idioten. vind die dat ook willen doen. En zolang die meerderheid er niet is. heeft het geen zin en modderen we voort. En dat is waarom wij in die impasse zitten. Um, dat is dus eigenlijk het, het verhaal. Dus je hoeft die Europese Unie niet, niet op te blazen. maar je moet een keuze maken over wat je wil. En als je ergens niet toe bereid bent. dan is het uh, gewoon vrij kansloos. En dat moet je dus doen op het punt van markt, migratie. En van munt. Dan, wat is dan de politieke oplossing voor deze impasse? Nou, die is dodelijk eenvoudig. En u zult, als u vrij eurominnend bent, dan zult u dit op korte termijn wellicht niet accepteren. Maar denkt u er dan alsjeblieft eventjes over na. Laat het nagisten. Uh, bespreek het met mensen. Want wij ontkomen niet aan een referendum. Eigenlijk drie referenda over wat wij met die, uh, met die Europese Unie willen. Dus het, ene refer het eerste referendum gaat over... De vrije markt. Uh, als wij dat willen, nou, dan moet je snel regels harmoniseren en wat criminaliteit bestrijden. En dan beide eigenlijk wel. Waarschijnlijk wordt dat, dat referendum wordt wel een ja. Daarna moet je zeggen: willen wij open binnengrenzen? Willen wij dat als iemand in Griekenland aan land komt, je weet niet wie het is, dat hij zo kan doorreizen naar Nederland? Nou, als je die criminaliteit en die risico's die daarmee samenhangen, als je dat wil voorkomen, dan zul je dus zoals gezegd die grenzen moeten bewaken. Dat kost geld, dan moeten we 50.000 man misschien wel mobiliseren. Tientallen miljarden euro zou dat kosten. En als wij daar niet toe bereid zijn, de gemiddelde Nederlander wil dat niet betalen. Nou, dan kun je die open binnengrenzen ook niet handhaven. Dus daar kun je een apart referendum over houden. En het is heel goed mogelijk dat we zeggen. Ja, dat doen we wel. We gaan wel samen elkaars grenzen bewaken. Maar nou, we willen geen gemeenschappelijke munt. Dat moet een derde uh, referendum worden. En hoe langer je erover nadenkt, hoe meer je bij dit punt komt. Want er is geen andere uitweg uit die impasse. Want wat we net dus zagen. Uh, voor bij die Eurotop, waarbij er wordt gezegd: ja, we gaan een gemeenschappelijk fonds maken. Uh, zodat we met Nederlands belastinggeld Italiaanse banken kunnen redden. Uh, onze vriend Mark Rutte die is eigenlijk steeds een beetje de boel aan het Sodomieten. Eerst is het geen stand meer naar de Grieken en dan gaat het wel. Dan is het: ja, we gaan dat uh, Italiaanse bankenreddingsfonds niet doen. Oh, er is consensus dat we het wel gaan doen. Uh, hij moet dat doen. Hij moet zo laveren. Hij moet die spagaat maken, omdat hij aan de ene kant in Brussel. Dan zit hij met Angela Merkel en de Franse president die gewoon heel graag verder willen, terwijl de Nederlandse bevolking zo ver niet wil gaan. Nou, en hoe laveert hij daar dan tussen? Door eigenlijk gewoon te liegen. Dus hij belooft dan dat hij iets niet zal doen en komt hij in Brussel. En dan zegt Angela Merkel van, ja, jij moet dat doen. En dan, dan, dan luistert hij braaf. En dat is waar die korzeligheid, die, die vrevel vandaan komt. Want Rutte doet dan dingen waar hij geen mandaat voor heeft van zijn eigen kiezer. Uh, zijn vorige kabinet heeft bij die laatste verkiezingen ook de helft van de stemmen verloren. Nou, uh, meneer Rutte, dat lijkt me een teken aan de wand. Op het moment dat het referendum over de euro wordt gehouden. en laten we eens uitgaan, ervan uitgaan dat 90% van de Nederlanders zegt. ja, ik wil die euro en ik wil ook meer betalen, ik wil het ook redden, ik heb hier ook wat voor over. D66 is dat standpunt toegedaan. Nou, hartstikke consequent, mooi. Als 90% van de mensen dat wil, dan kan Rutte ook gewoon zeggen. ja, ik was net in Brussel en we hebben verdere stappen gezet voor monetaire integratie. En dat doe ik omdat u dat wil, want ik heb dat referendum in mijn zak. Dan hoeft u daar ook niet over te liegen, wat u nu doet. Maar als blijkt dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders dat niet wil, dan ontbreekt uh, een noodzakelijk onderdeel, een, een bouwsteen, een fundament onder dat hele project en dan moet je het afbreken. En zolang we die discussie niet aandurven, is het doormodderen, uh, lossen we problemen niet op. Een van de gevolgen is dat we bijvoorbeeld nog steeds aan die Zuid-Europese landen zitten te trekken. Van los die schulden nou eens af. Nou, dat kunnen ze helemaal niet aflossen. De werkloosheid in Griekenland, in Spanje en Italië die zit al een uh, decennium op een onacceptabel hoog niveau. En uit de geschiedenis weten we wat dat met zich meebrengt. Dus hoe ironisch zou het zijn als de Europese Unie op die manier uh, uh, kapot gaat. Dus de politieke oplossing is drie referenda over markt, migratie en munt. Per gebied kijken en ook in die volgorde. Uh, per gebied kijken wat wij samen willen regelen. En als we, dat niet, uh, als we iets niet willen regelen, dan gaat het niet werken. Uh, en daarna krijgen we dus de actie, hashtag Bars maar, Waarbij we specifiek gaan zeggen, nou als we wel dat, uh, die euro willen, dan moeten we nog steeds niet dat bankenreddingsfonds uh, hebben. Want dat is echt een verschrikkelijk slecht idee. Dan gooien we de creditcard van Nederland weg. En dan kun je eigenlijk gewoon daarna verkiezingen uh, ook wel laten zitten. Um, goed, stel u zegt, ik doe mee, wat wil je van me? Nou, twee dingen. Eén, die crowdfunding. Um, ik wil graag dat u 20 piek doneert. 20 euro. Als u naar een bioscoopfilm gaat, en je hebt nu heel veel films in die bioscoop. die vaak op die striphelden en dingen zijn gebaseerd. Uh, nou, dan geven mensen ook gewoon 10 euro en een kaartje uit. en dan zo'n bak popcorn, en wat, uh, een milkshake of een cola. of wat frisdrank, weet ik veel wat u, wat u neemt als u naar de bioscoop gaat. dan ben je ook 20 piek kwijt. Voor die 20 piek krijgt u van mij een film. maar dan over al deze problemen. Uh, hoe, u, hoe u eigenlijk wordt genaaid. hoe wij in de Europese Unie problemen wegmoffelen, voor ons uitschuiven, hoe we doormodderen, wat de problemen zijn. Uh, wat voor bedreigingen dat, uh, dat eigenlijk oproept en hoe we dat eventueel ook zouden kunnen oplossen. Dat kan ik voor die 20 piek van u doen. Ik wil in totaal naar ongeveer 200.000 euro gaan. En dat is een fors bedrag. Daar ben ik me van bewust, maar dat moet ook. Want ik wil het graag goed doen. Ik wil het een volledig mooi groot document laten zijn. Waarbij we als het fout gaat en we grijpen niet in, dan kunnen we later in ieder geval tegen onze kinderen zeggen: van we hadden het door. We zagen wat de risico's waren, maar we grepen niet in. En hopelijk, maar daar hoop ik natuurlijk op, is dat we het het wel uh, fixen. Dus daarom is het totaalbedrag van 200.000 euro is wat ambitieus. Maar daar ben ik me van bewust. Ik wil graag als dat u meedoet en 20 euro doneert. U krijgt van mij en dat komt allemaal in de links in de informatie onder dit filmpje. Uh, daar komt daar komen urls te staan uh, naar links naar websites waar, waar allemaal staat hoe het uh, hoe het werkt. Kijk ook steeds op arnowellens.eu dat is gewoon mijn eigen websiteje en daar hou ik gewoon steeds u uh, op de hoogte van wat de laatste stand van zaken is. Maar nou, er komt dus een aparte crowdfunding website met een teller en dan kunt u zien hoe ver u bent. Ik heb ook een aantal uh, ondernemers uitgenodigd om uh, wel gewoon te adverteren. Dus het, zo commercieel moeten we dan ook zijn. Die krijgen dan een advertentie, een stukje in de film uh, of een pagina in het boek en daar betalen ze. Dat zult u begrijpen, uh, fors meer voor. Um, mocht uh, um, dat bedrag niet op die 200.000 euro wat ik begroten heb uitkomen, het mocht meer of minder worden... Dan moet ik gaan uh, knippen en uh, schuiven in uh, de onderdelen die in de film komen. Ik wil bijvoorbeeld ook heel graag naar Oekraïne om een aantal dingen te laten zien. Um, Oekraïne zit bijvoorbeeld nu in onze vrijhandelszone. Nou, dan moet er een hek komen bij de grens met Rusland. Ik wil jullie laten zien hoe dat eruit ziet. Um, ik wil een aantal hele foute mensen die daar uh, zitten, die wil ik uh, ook uh, voor de camera trekken enzovoort. Nou, hoe meer geld er binnenkomt, uh, hoe meer ik kan doen. En anders moet ik op een gegeven moment gewoon uh, landen uh, en hoofdstukken uit de film trekken. Dat, dat doe ik liever niet. Maar uh, stel dat het bijvoorbeeld geen 200, maar 170.000 wordt, nou, dan zou ik dat doen, dan wordt het iets bescheidener. Dus dan is het historische verhaal, het brononderzoek enzovoort, dat is nog steeds zo. Maar dan kan ik minder door Europa heen en u gewoon minder uh, schandalen en problemen laten zien. Uh, en natuurlijk zeg ik, doe dan mee met dat burgerinitiatief. Dan krijgen we 40.000 handtekeningen. En dan kunnen we de Tweede Kamer dwingen om hierover te praten, over dat, dat bankenreddingsfonds. En dat moet u sowieso doen. Zo, ook stel dat u zegt van nou ik ben een uh, liberaal, uh, maar ik ben een echte VVD'er. ik wil ook wel echt wel die euro houden, nou dan zou ik nog steeds echt heel goed nadenken over de vraag of je een blanco check aan Berlusconi wil geven. Ik zou dat niet doen. Derde vraag, of de laatste vraag. Waarom doe je dit eigenlijk? Um, ik word hier niet rijk van, dat zeg ik er wel meteen bij. Um, de, de, dat dysfunctioneren van de Europese Unie op het gebied van... Wat ik zei, markt, migratie en munt heeft enorme impact op de levens van mensen. Er zijn hele sectoren die door nieuwe regelgeving, Europese regelgeving en oneerlijke concurrentie, die verdwijnen. Denk maar aan de boze Nederlandse truckers, veel bouwvakkers. Uh, verdringing op de arbeidsmarkt. Daarnaast heb je het niet uh, handhaven van, van grenzen. Dus dat zomaar opengooien en niet nadenken over risico's die daarmee komen. Die zorgen voor criminaliteit, voor ongereguleerde uh, migratie, mensen die verdrinken... Um, Noem het maar op. Uh, en ten derde is het zo dat de euro door zijn instabiliteit gewoon zijn eigen crisis heeft uitgelokt. En er zijn gewoon landen in Europa die langjarig een belachelijk hoge werkloosheid hebben. En wat ik al zei met alle risico's voor politieke destabilisering uh, van dien. En waar ik bang voor ben, is dat wij er niet in slagen, anders dan via die referenda, uh, op die drie vlakken om een oplossing te forceren. Dus wij blijven aan een doodpaard trekken. We blijven tegen Zuid-Europa zeggen, betaalt die schulden nou terug en bewaak onze grenzen nou eventjes. Nou, die problemen die gaan alleen maar ontsporen. Er hoeft maar een nieuwe crisis uit te breken en we zijn weer uh, bij het begin af aan. We beginnen weer van voren af aan. Um, en dan, dan verergeren die problemen zich alleen maar en dan neemt de radicalisering toe. Want dat die radicalisering toeneemt, dat is gewoon een zichtbaar, makkelijk feit. En dat zou kunnen betekenen dat de Europese Unie in chaos uit elkaar stort. En wat er dan gebeurt, daar worden we allemaal niet blij van. En dat wil ik voorkomen met dit vrij ambitieuze project. Mocht die film er komen, uh, en ik denk dat dat gaat slagen, daar ga ik gewoon vanuit. En de politieke boodschap wordt niet opgevangen. U blijft op Mark Rutte stemmen. U blijft in de zelfstraa's van de wereld geloven. En we blijven doormodderen. We durven die grote problemen. Uh, niet de, de de koe niet bij de horens te vatten, ja dan heb ik in ieder geval aan mijn burgerplicht voldaan.